Dat doen we dus door langjarige contracten te sluiten met partijen die ook op zoek zijn naar die groene stroom. En als het dan gaat over het verbruik van energie, dan zou het toch wel heel raar zijn als wij niet gebruik zouden maken van Nederlandse windenergie. En daar hebben we voor gekozen. Wij hebben als Microsoft wereldwijd 52 datacenters. Die natuurlijk allemaal elektriciteit verbruiken. En we voelen dat we ook een verantwoordelijkheid hebben om dat op een zo duurzaam mogelijke manier te doen. Als wij als steden een rol van belang willen spelen, dan kan het niet anders dan dat wij ook onze eigen bedrijfsvoering moeten verduurzamen. En als je daarnaar kijkt, ja, dan kan je niet gaan zitten wachten, maar moet je soms een grotere sprong maken met de partner die je vertrouwt om het mogelijk te maken. Nou, DSM, als we kijken in het kader van sustainability, van dit soort aspecten, dan zit het echt bij DSM in het DNA. De strategie die we onlangs hebben uitgerold, purpose-led, performance-driven. En als we dan kijken in de wereld, waar kunnen we hier de naald het meest opschuiven? Hier, in Nederland. De investering die Eneco gaat doen is een investering voor een lange termijn. Grote investering, lange termijn. En Schiphol wil graag stimuleren dat dit soort parken er komen. En dus zijn wij bereid ook voor lange termijn die afname te garanderen. Want alleen dan kan het ook echt daadwerkelijk gebeuren. Want dit soort investeringen kun je alleen maar doen met een stuk zekerheid van langdurige contracten. Nou, ik denk dat in de nieuwe tijd het samen oplopen, het teamen. Teamen met elkaar, ja, dat is waar heel veel waarde verborgen ligt. En doordat je bijvoorbeeld ook zo'n lange termijn relatie aangaat, is het juist ook weer mogelijk voor Eneco om dit soort grote initiatieven in Nederland mogelijk te maken. Wij zijn voorspelbaar en Eneco kan daardoor haar eigen windpark exporteren. Ook dit soort partijen laten natuurlijk leiderschap zien. Zij lopen voorop in die transitie van Nederland. En die koppeling tussen wat wij aan de investeringskant doen en zij aan die afnamekant maakt dat die transitie voortgaat. Voor Borssen geldt dat wij de output inmiddels langjarig verkocht hebben aan clubs als Stedin, de gemeente Den Haag, DSM, Schipholgroep, maar ook Microsoft. En in de Nederlandse context mogen we dat graag aanduiden als partijen die leiderschap tonen in die energietransitie, Hollandse helden. En zeker voor Microsoft als internationaal toonaangevend bedrijf ook wel bijzonder dat ze kiezen voor die verankering van hun strategie in de Nederlandse context. Klein voorbeeld, als ik jou een e-mailtje stuur, dan wordt die door de wind bij je gebracht. Het waait gewoon naar me toe. Het waait naar je toe. En er wordt dus ook verwacht van bedrijven dat ze daar een voorlopersrol nemen, dat ze daar een actieve rol in spelen om die greenhouse gas emissions omlaag te brengen. Dat vind ik geeft echt heel veel energie en maakt ook dat het meteen impact heeft. Geef mij één voorbeeld in de wereld waar een datacenter met een consumptie van ongeveer 300 megawatt uiteindelijk volledig op wind draait. Zeg het. Nou, ik weet het niet. Die is er niet. Nou, dat is toch mooi dat dat hier gewoon wordt uitgevonden? Ja, want als je gelooft in die verduurzaming die je samen mogelijk wil maken, waar wind op zee een hele grote driver achter is, dan ben ik blij dat we daar een bijdrage aan kunnen leveren. We zijn actief hierin, we willen koploper zijn, we willen gewoon doorgaan. En ja, je hoopt dat dan anderen ook mee gaan doen.